Vanaf het begin van het christendom verspreidde zich de idee dat waarachtig christelijk leven niet met aardse genoegens kan samengaan. Iedereen was ervan overtuigd dat de woestijn de ideale plaats was om niet alleen de bekoringen, maar ook de lauwheid van de wereld te ontvluchten. Daarom leefde een monnik helemaal alleen. Maar zelden waren ze zo alleen als ze gewenst hadden, daar de faam van hun heiligheid vele leerlingen aantrok. Spoedig ontstonden er gemeenschappen van monniken die in kloosters bijeenleefden. Vroeger was dit Ven, dat behoorde niet tot het kloosterterrein. Maar de monniken mochten hier wel wandelen. Maar er kwamen hier ook wel dames uit de omgeving, vertelde men, die hier wat kwamen badderen. En de abt, de toenmalige abt, was daar niet zo gelukkig mee dat die monniken dat eventueel zouden zien. En dat ze hier gebroken flessen rond het Ven hebben aangelegd. Vanuit de brouwerij. Vanuit de brouwerij, zodat de dames hier niet meer zouden komen. Is niet erg christelijk. Nee, niet erg christelijk. Al die mooie door God geschapen damesvoetjes die zo... Ja, daar is een mannetje nou weer minder mee bezig, denk ik. Ja, maar, het is wel Gods schepping, hè? Ja, dat is ook waar. En niet verkeerd. Goedendag en welkom bij deze wel heel speciale aflevering van de kloosterserie van Kruispunt. We staan hier voor de abdij van de Trappisten in Berkel Enschot. Die abdij heet Koningshoeve en viert het 125-jarig bestaan. De gast van de Trappisten is 2 uitzendingen lang, niemand minder dan Herman Vinkers. Ja, een week geleden, ja. Goedendag. Hartelijk Herman. Dag Herman. Moet blijven staan. Ja, nee, mooi. Het hek ging zo voor je open. Van mij kon je makkelijk een klooster uit en erin, maar dat ging heel moeilijk. Eerst is naar binnen een koffie, denk ik. Maria ontvangt je al met open armen, zeg ik. Ja. Ziet er mooi uit. Maar verlang je een beetje naar de stilte? Ja, de snelweg, dus die flank langs. Ik heb me eerlijk gezegd wel ingesteld op wat drukte. Ja? Ja, je bent hier niet alleen. Er zijn aardig wat mensen hier. En rustig alleen eerder is er ook niet bij, want je zit met heel veel mensen aan tafel. En het is nogal een druk programma. Je bent nogal s'morgens om 3:15 bij er al uit. Dus, maar goed, daarna krijg ik de rust wel weer, denk ik. Dit kloosterblijf komt wel na een periode waarin je druk hebt gehad, waarin je veel aan je hoofd hebt gehad. Ja, nou, dat kon er wel goed uit. Afgelopen week ben ik heel erg druk geweest met politiek. Maar met politiek, Herman? Oh, dat is verschrikkelijk. Dat had te maken met Vliegveld Twente, maar je hebt gewoon... Mensen zeggen niet wat ze denken of willen of vinden. Ja. En je hebt een zogenaamd politiek debat. Nou, je ziet het nou ook in de Tweede Kamer met Rita Verdonk en zo. Normaal is toch een debat of een discussie is een gedachtenuitwisseling. Goh, hoe denk jij erover? Misschien kunnen we elkaar voeden, maar dat is niet de bedoeling. Je hebt gewoon een vooropgezette mening en dat ram je eruit. En de schreeuw, dat praat je tegen elkaar in. En het is vooral niet de bedoeling dat je van gedachten verandert. Het is een treurige wereld. Ja, maar je hebt gelukkig de humor nog, hè? De humor en ik hoop dat... We gaan naar ik moet zelf ook even stiller worden, merk ik dat wel. Ja? Ik babbel aardig wat, hè, voor mijn doen. En dit is al 's morgens vroeg. Het is 's ochtends vroeg. Ja. Het is voor betrokken van 4. Ik bel even voor jou. Hoe is het? Hallo. Goedemorgen. Herman Vinkers. Ja. Hartelijk welkom. Kom verder. Want het is slecht weer buiten. Dus ja, kun je nog een novice gebruiken? Ja, zeker wel. Ik ben heel makkelijk en ik eer alles. Zal ik een even de koffie? Of lukt het? Ja, lukt wel. Oh, het is 10A. 10A, hier is je kamer. Oh, kijk eens, de bedoel. Oh, hier kun je wel geconcentreerd zitten. Ramen zitten erg hoog. Ja. Want het kijkt op een binnentuin en als daar die monniken dan meditatief aan het rondlopen waren en dan zouden al die gasten uit het raam gaan hangen, dan lijkt dat natuurlijk enorm op. Dus maar de stoel staat ernaast. Ja, ik heb wel op de stoel gestaan. Dit is onze abdijkerk. Het is geweldig. Dit is een plaatje. Ja, niet alleen een plaatje. Een van de mooiste dingen vind ik dan
toch dat rozet. Ja. Normaal zou je daarvoor naar de Notre Dame moeten of zo, maar we hebben het gewoon hier in huis. Dan moet je bedenken, gasten kwamen vroeger niet verder dan hier, hè? De mannen. Ja. Die mochten dan via de bovengang van het gasthuis kwam ze tot hier. En je had dus, vroeger dus monniken. Maar waar waren die al die banken bezet vroeger ooit? Ja, in de hoogtejaren hebben hier 140, 150 monniken gewoond. Zo. Ah, dat is een andere koek, hè? Ja, dit is dus de kapel die we dan door de week gebruiken. En dit vind ik zelf een van de mooiste plekjes. Als ik nou voor het nachtoffice zie, dan als alles goed loopt of zoals ik wil, dan ga ik hier al een half uurtje zitten. Dus ik sta dan 4:15 op, 4:30 beginnen met nachtoffice en dan is dit mijn vaste plekje. En dat is dan een periode waarin je woordeloos bij wijze van spreken kunt bidden of in het bidden noemen. Een van de eigenschappen van God is barmhartigheid. En als je nou naar het Hebreeuws kijkt, dan heeft het woordje barmhartigheid en baarmoeder hebben dezelfde opbouw, dezelfde het Hebreeuws bestaat. Dus die geborgenheid, veiligheid. Dus ik noem dit altijd een beetje zwemmen in het vruchtwater dan. Ja. Zo, die barmhartigheid van God, dat zwemmen in die baarmoeder zo van woordeloos toeven. En dat geeft op een gegeven moment ook een rust. Je hoeft niet meer alsmaar achter allerlei dingen aan te lopen rennen van dat heb ik nog niet gezien of zou het daar dan zitten. Dat is de ellende van deze tijd geweest. Als je naar zo'n bepaalde constante stroom prikkels gewend, dat elke keer wat nieuwe kick bedacht om nog maar mensen enigszins wakker te houden. Waardoor je juist in het gewone het niet meer ziet. Alles moet dan niet gewoon zijn. Maar. Terwijl vaak heb je het mooiste momenten zijn als je een opera hebt of zo, of een toneelvoorstelling waarin bijna niks gebeurt. En dat één heel klein simpel gebaar, dat je het helemaal volschiet. Ik ben als uitgescholden voor stilte neuroer. Ik heb helemaal geen hekel aan geluid. Kijk, als mijn buurman, ik woon tussen de buren, tussen de boeren. Als mijn buurman aan het mais hakselen is, of die is stront aan het mixen, of met de trekker bezig, vind ik dat mooi. Ik denk, hij is bezig, hij is aan het werk en als hij klaar is, dan drinkt hij koffie en dan is het stil. Maar een continue ruis, die dwingt jou om je gedachten op een soort afstompingsknop te zetten. En daardoor word je minder ontvankelijk. Iedereen is met een zoektocht bezig, alleen maar. En iemand die niet zoekende is, en ik bedoel dan niet sociaal gelovig, maar überhaupt wat de eerste vraag van de catechismus, waartoe ben ik op aard? Dat is een vraag die iedereen zich zou moeten stellen. Waartoe ben ik op aard? En bij mij duurde het vrij lang voordat ik dat wist. Ik vond het echt een. Ik was net op mijn 25e toen in één keer belandde ik toevallig op een podium en toen merkte dat ik mensen aan het lachen kon laten krijgen. Maar ook alleen maar op een podium hoor, buiten een podium niet, maar op een podium wel. En ze dan nog blijkbaar. Toen was ik al lang blij dat ik iets wist waartoe ik op aard was. En dat lijkt me wel goed werk, mensen laten lachen. Ja, hij die doet lachen, dat heb je een duidelijke functie.
Toen even later ik zelf ter wereld kwam, maakte ik een zodanige indruk op mijn vader dat hij geëmotioneerd raakte en begon te huilen. Iedereen in de kamer werd stil. En mijn vader bracht snikkend te berde: ja, nu weet ik zeker dat ik 2 kinderen wil. Ik was thuis de 3e. Herman Vinkers, cabaretier. Bijna 7 jaar geleden stopt hij met optreden. Omdat, zoals hij zelf zegt, de pruimen op zijn. De nieuwsgierigheid is weg. De inspiratie ontbreekt. Kort daarop blijkt dat hij een relatief milde vorm van leukemie heeft. Ja, dat zie ik helemaal niet als lijden. Broer, ik heb al wat onder de leden. En ik kan de beren niet hebben, maar ik heb er geen last van. En ik mag ook niet, bepaald niet klagen, vind ik. En Dat is niks meer te maken. Het is alleen dat je veel mensen, als ze lijden zien, geloven ze niet meer in God. En dat is mij altijd vreemd geweest. Ik heb juist als ik lijden zie, zie ik God. Hoe zie je hem dan? Nou, God is voor mij een lijdende God. En hij heeft ons net zo hard nodig als vice versa. Dat geloof ik zeker. En hij zit. Dat vind ik ook zo mooi van het hele begrip van de Maria-verering. Op school werd vroeger verteld: voor God was er niks en Maria is zijn moeder. Eigenlijk kan dat niet en toch kan het wel. God schept Maria, zodat Maria hem kan scheppen. En die wisselwerking is zo. Dat ontroert mij dat het zo van beide kanten zo afhankelijk is. Ook het beeld van, dat zie je in het Nieuwe Testament en niet in het Oude, maar het beeld dat God zo'n ontzettend afhankelijk kind is. Dat in de arm van een eenvoudig jong meisje van een jaar 15, 16 ligt. En op de vlucht nog naar Egypte. Ja, dat is een hopeloos stukje mens. En dat is dan die hele grote machtige God geworden. Dat vind ik ontroerend. Dat het universum teruggebracht wordt tot een heel klein iets. Allerkrachtigste zit in iets wat je zo dood kunt maken. Hij heeft zich ook laten kruisigen en hij kon gewoon doodgemaakt worden. En dat geldt eigenlijk ook in de natuur ook. Je ziet, het is onvoorstelbaar hoe gul de natuur is. Je ziet de prachtigste bedenksels bloeien en vervolgens komen uit het ei. En ze zijn ook zo weer dood, zo gepakt of gedaan. En dus hij heeft blijkbaar, schoonheid is voor mij ook een godservaring. En God heeft er blijkbaar geen moeite mee om zich zomaar te laten, om zeep te laten helpen eigenlijk. En dat vind ik wel juist heel krachtig en ontroerend. Je mag wat ons betreft, wat mij betreft, intreden in de schola. Maar dan moet je ook intreden in het klooster natuurlijk. Ja, dat is wel moeilijker. Nou ja, het bier is goed in ieder geval. Ja. Het is alleen de. Nou, met deze heren. Dat ook elke dag zingen. Dat is heel therapeutisch ook. Dat zijn allemaal hele. Zachte mannen. Die ook zacht zingen. En kwetsbaar. En dat hoort bij die muziek. En ja, het begint gewoon, je sluit je gewoon aan. Iemand zei ooit eens Gregoriaans, het zingt al, je hoeft alleen maar mee te zingen. En we hebben deze mannen ook. Dat komt gewoon op, je zingt mee. En het is mooi licht. Alleluia. Veel anders dan toen ik hier binnen kwam. En het is zo. Ja, heel katholiek. Het is allemaal goed. Het is goed. Het is,
Want toen je binnenkwam, had je nog een hypergevoel. Ja, vol ergernis en zo. Ergernis over alles wat er speelt in Twente en wat je bezighoudt. En dan kom je hier en ben je een paar uur en dan zing je Gregoriaans. Ja, maar je merkt ook wel aan die mannen zoals ze zingen dat het, of dat het monniken zijn die zingen. Vanuit een bepaald soort vertrouwen gewoon overgaven. Zo. Mooi, hè? Dat is zeker mooi. Ja. Dat is prachtig. Dat is eerst gewoon een lekker gevoel. En dan ben je die Sinoleia een keer kwijt. Hoewel ik niet eens een Sinoleia ben, maar hoe zou ik mezelf noemen dan? Ik ben wel blij dat ik er even vanaf ben, ja. Je bent even weg van jezelf. Ja, dat gepieken waar je altijd mee bezig bent. Dat gepieken. Ja? Ja, ik weet het niet. Dat denkt allemaal maar door en dat denkt maar door. Op een gegeven moment hou nog eens keer op. En als je zo zingt, je bent ook zo geconcentreerd aan het zingen. Je hebt geen tijd om te denken. Als je even denkt, dan ben je er ook uit. Looft God de Heer. Heer, zegen ons in deze spijzen die we dankzij uw mildheid gaan gebruiken door Christus onze Heer. Amen. De diepste relatie tussen God en het lijden heb ik ervaren toen een jaar of drie geleden mijn tweede oudste broer dood is gevonden. Die hebben we lang gemist. Hij heeft lang als dakloos in Amsterdam geleefd. En toen ben ik met mijn moeder naar die plek gegaan waar hij gevonden is. We hebben hem een half jaar gemist en hij bleek daar een half jaar gelegen te hebben. En ik ben met mijn moeder naar die plek gegaan. En daar hebben we samen, en een zusje van mij was erbij. Daar heb ik haast lijfelijk God aanwezig gevoeld in dat lijden wat we met z'n drieën hadden, bij mijn moeder misschien het sterkst. En daar ook de kracht gevoeld om tegen mijn moeder te zeggen van nu moeten we hem loslaten. Als we dan ook geloven in God, dan moeten we hem niet elke keer met zijn benen weer naar de aarde terugtrekken. Waar zat God dan in? Komt terug, een half jaar blijkt hij daar gelegen te hebben. Mm. In welk besef komt dan God naar boven? Dat we dat konden op die plek en dat hij daar zo troostend aanwezig was. Ondanks het feit dat dat een hele heftige eerste confrontatie was. Hij heeft ongetwijfeld ook nog een naam. Hans. Ja. Dat heb ik naar de politie geschreven ter verwerking. Omdat alles maar over dossiers ging en ik moest op een gegeven moment samen met mijn moeder s'avonds in Amsterdam rijden om DNA-materiaal en dat bleef altijd maar een dossier. En er zijn twee dingen die ik me daaruit bijbreng. Er is een vrouw die heeft hem gevonden terwijl ze de hond uitliet en die heb ik we hebben toch van een plaatje een soort gebedprintje toch kunnen maken. En dat heb ik die vrouw opgestuurd die hem gevonden heeft. Want ik zeg, en die was zo blij van, die noemde hem mijn lijk. En die kreeg een naam, dat werd Hans. En dat bij de politie nooit het geval was, toen, dat was voor mezelf een stukje verwerking, heb ik datzelfde presentje gestuurd van, het is om een mens gegaan. En dat heb ik zo gemist in het hele gedoe eigenlijk.
Het is hier heel open en gesloten tegelijk. Het is een heel contemplatieve orde. Men heeft ook wel het gevoel, we moeten ook weer iets terugstralen. Ja, dus je bent hier nog een paar uur binnen en je hebt het gevoel of je hier een paar weken bent. Ik heb ooit een klein gedichtje gemaakt in Twents. Komt me hierop aan, zei ons Limheer, met een zware calvinistische gedachten. Dan vertel ik hoe van de weg, van de waarheid en van het leem. Dan kun je weer lachen. Ja, dat vind ik heel katholiek. Ja. En dat merk je hierin. Het helpt nu niet dat je door die completen ook zo rustig dat je gewoon lekker leeg bent en zonder te veel prakkersorties. Maar waar prakkerseer je dan over? Prakkerseer je dan bijvoorbeeld? Futiliteiten, allemaal vooral associatief. Ik plak de ene associatie aan de andere en denk ik, hoe kom ik hier nog een keer op? Ik heb gelukkig van die handicap mijn beroep gemaakt. Maar eigenlijk al die verhalen die ik aan elkaar koppel zijn allemaal van dat soort associaties. Dat ik denk, dat is een rare gedachte. En wanneer gaan we weer beleven dat die functie zichtbaar wordt? Dat jij gewoon weer echt in het theater staat? Vandaag niet meer. Morgen ook niet, want dan ga ik nu pas weg. Snel, denk ik. Ja, snel. Ja. Ja. Ja, nou. Hoe heet het? Ja, ik hoor het. Maar wat is snel? Ik ga geen planning meer maken. Nee. Vervelend is, ik heb van mezelf een idee. Maar op het moment als ik zeg dat en dan ga ik doen, dan wordt mijn zuster weer knettergek, want die doet de boeking en dan gaat iedereen bellen. En dan gaat de krant al schrijven en dan is het ook niet meer leuk. Ik bedoel, het leuke is van, ik heb iets en dat wil je aan mensen laten zien. Zo simpel is dat. Ja. Maar ik heb 6 jaar niet meer opgetreden en dan komt er gelijk weer zo'n gedoe omheen. Dus dat nee, wil je niet. Nou, mooi vanuit rust, vanuit het klooster even rustig terug. Ik kom er morgen nog op terug. Op Gregoriaans. Op Gregoriaans. Ik merk dat je als je tekst in het Nederlands zingt, of Nederlands Gregoriaans of in het Latijn, waar het precies is, weet je niet meer. Je zit op een of andere manier op een andere dimensie. Misschien juist omdat het zo'n dode taal is. Heb je dan dus toch meer behoefte aan dat mysterieuze wat erin zit? Mysterieus. Het verwijst meer naar pas op met deze tekst. Leg het niet te letterlijk uit. Je doet het met een dode taal. Die niet zo rechtstreeks in je eigen taal, want wordt die heel snel afgeleid door de alledaagse betekenissen, heb ik zelf. En als je dus heel ontfermend zingt, ja, wie weet eigenlijk wat ontfermen is of wat heilig is, heilig. Ja, wat is heilig, dat weet eigenlijk niemand. Maar als je de Sanctus zingt, dan heb je een soort... Dus is het voor jou ook een heilige taal? Maar die taal op zich niet, maar makkelijke middel om tot heiligheid te komen. Okay. Omdat je een soort gepaste afstand bewaart tot het begrip. Ja, en dan zit denk ik dan een verschil in, want wij gebruiken dus de psalmen van Gerrit en van de Heide. De twee dames worden ze overal genoemd, twee protestantse vrouwen. Ida Gerrit en Marie van der Zijde, bekend ook in de Nederlandse dichtkunst. Die hebben heel Breeuws ook geleerd om tot die vertaling te kunnen komen. Hij is niet perfect, maar het is een van de weinige vertalingen die zich laat zingen. En die teksten zijn soms zo archaïs. Mm. En dat is wat wij ook wel eigenlijk opzoeken. Maar dat is het. Oh, ja. Bijvoorbeeld Psalm 137. Sla de kinderen tegen de rots te pletten. Ja. Nou, ik weet dat er kloosters zijn, gemeenschappen waar men het niet zingt. Omdat men... Maar ik meen dat het Ida Gerhard is geweest die daar zelf een stukje exegese bij geschreven heeft. Van waar het dan in feite om gaat. Hè. Zij haalt het voorbeeld uit van stel dat er na de oorlog Bijltjesdag geweest zou zijn. Wat zou er dan niet opgekomen zijn?
Dus eigenlijk brengt die tekst je ook wel bij je eigen agressie. Van wat heb ik daar zelf in zitten en hoe ga ik daarmee om? En de diepte van die kwaadheid, waardoor je in een vorm... Ja, maar ik kan me voorstellen, omdat je die psalmen elke week... Ik weet niet of je elke week ook alle 150 psalmen... Dus elke week, je staat 's morgens net op en je hebt misschien ook wel iets van... ik lag nog liever in mijn bed of zo. En dan in één keer psalm 137. Dat je ook haast als een soort zo'n gruwelijke tekst eigenlijk, die zoveel zegt, ook als een gewoon gewoonte doet. Terwijl ik denk, ja, als je dat in Latijn doet, heb je ook al een soort veiligheidsmarge daar tussen, dat je niet zo'n gruwelijke tekst heel snel... Nou wordt daar wel wat mee... En mensen in de kerk schrikken zich rot op letten misschien. Ja, maar wij denken iets anders, hè. Dit is liturgie en mensen sluiten zich daarbij aan. Ja. Zondags wijken we daar wat van af. Ik bedoel, als je moet preken, dan hou je rekening met... Maar dat is ook altijd het lastige, want je zit op twee niveaus te spreken. Wat dat betreft, je gaat ervan uit dat je medebroeders toch iets meer in bepaalde teksten thuis zijn, waardoor... Hoewel ik wel eens denk dat priesters te veel denken dat ze voor de gelovigen te veel op de knieën moeten gaan zitten en uitleggen. Ik merk soms bij gewone mensen dat ze juist een andere behoefte hebben aan een wat... intellectuelere uitleg, preek. Dus ik luister liever naar abdijpreken dan naar een preek in een parochiekerk. Dan gaat er vaak, waar zijn we weer druk geweest van de week en was het weer, we gaan weer inkopen doen voor de kerst. Terwijl zo'n Amstel Grün is ook erg geliefd tegenwoordig. Maar die schroeft toch ook de diepere spiritualiteit in. Dus ik weet niet of het zo nodig is om zo op twee niveaus te spreken. Nou, je moet er in ieder geval wel rekening mee houden. Als je bijvoorbeeld... Zo erg is het soms, dat laatst, een paar jaar geleden, had een van mijn medebroeders, die had de Bijbel meegenomen van wat heb ik hier. Ik heb een mooi boekje gevonden. En na de mis kwamen mensen vragen, waar kun je dat ding kopen? Dus, zo erg, dat is wel heel katholiek. Dat kom je dus ook tegen, dus het heeft die twee kanten en dan moet je toch altijd een beetje in het midden. Maar je houdt wel een beetje rekening met je psalmschema van wat je in het nachtoffice bijvoorbeeld zingt. Ik bedoel, dan begin je niet gelijk met hel en verdoemenis. En aan de andere kant, dat is toch over het algemeen het moment van de dag dat je het meest onbevangen bent en ook die teksten het meest met je doen. Ja. Nou, wat ik zo mooi van die louden die ik dan meegemaakt heb, dat sta je net op uit de nacht en het begint eigenlijk met nachtmerrieachtige teksten, gruwelijke teksten, dat je angst bent, bang bent en voor verdoemenis. En gaan er die teksten, naarmate het lichter wordt, worden die teksten ook optimistischer. Ja. Van hij komt, hij zal mij redden. Ja. Dus je wordt eigenlijk uit de nachtpsyche naar de dagpsyche getrokken. Overdag voel je je wel de kerel, van de zon schijnt, maar s'nachts dan ben je ontvankelijk voor... Waarbij de traditie dan weer zegt van voor de nacht weer, dus de vespers, voor het slapen gaan, moet je de hersenen niet te veel vermoeien. Dus dan moet je met je lezingen en je teksten weer oppassen dat je uiteindelijk de mensen toch een enigszins rustige nacht zou kunnen vinden. Ja, ik bedoel niet in een hele intellectuele moeilijke tekst, maar gewoon dat je in de aansluit bij het gevoel wat je 's morgens hebt. Ik ben normaal geen ochtendmens en dus ik ben een beetje ongelukkig natuurlijk. Van 's ochtends dan ben je heel, dus ik wel kwetsbaar. Dan ben je een soort, als je dan bijvoorbeeld, ja, ik sta dan vanochtend op en dan denk ik, och jee, ik heb afgesproken om naar een klooster te gaan en een camera erbij en waar ben ik aan begonnen? Terwijl als je één keer wakker bent en je zit in de trein, dan denk je, dat lijkt me heel erg leuk. Dus, en die teksten van die louden die sluiten eigenlijk aan bij het gevoel wat je dan op dat moment hebt van, oh jee, gaat het allemaal wel goed? Wij zoeken erg de naaktheid van die teksten, de rauwheid. Dat vind ik ook het fascinerende van die psalmteksten. De rauwheid van bestaan die toch... Nou, in je meest opperste verwarring heb je dan ook... Geeft dat iets van herkenbaarheid of... Ik heb psychologie dus gedaan, maar eigenlijk zit de hele psychologie hierin. Maar ik dacht dat Jung was, die zei dat in de graduale, dus de hele liturgie van het jaar, die jaarcirkels, maar ook de cirkel van de dag, zit eigenlijk alle facetten van de menselijke geest zitten daarin. Alle archetypische dingen en gevoelens, ook in die psalmen, ook van haatgevoelens tot aan hele vredelievende gevoelens. Ja. En dat is natuurlijk de psychologie bij uitstek die helemaal in de liturgie zit.
Maar ook in de uitbundige kant. Hè? Ja. Bijvoorbeeld dat fragment van dat David daar voor die ark loopt te dansen. Dat de ark dus van Silo naar Jeruzalem wordt gevoerd om daar een plek te krijgen. En dat zie je voor je als je die tekst dan leest. En naarmate je hem soberder maakt, die tekst, en daar geen toeters en bellen. En dan zie je dus zijn vrouw uit het raam kijken, die denkt, die idiote malle kerel. Dat zijn aspecten van de Bijbel die we zo vaak... Maar het grappige met de liturgie is dan, de liturgie gaat maar door omdat het een vast ritme is. Dus soms kun je jezelf heel somber en depressief voelen en heb je hele uitbundige vrolijke tekst. Ja. Maar dat het tegen elkaar staat, heeft dat ook wel zo'n functie? Heeft zo'n functie. En ook al heb je dan niet zo'n uitbundige tekst, maar juist een hele sombere tekst, dan kan dat ook weer het gevoel geven, ik sta er dus blijkbaar niet alleen in. Van... Ja, of het valt bij mij nog wel mee. Ja, precies, dat kan ook. Ja. Hoe lopen we een stukje verder? Ja, en ik denk wel eens dat hij zo eenzaam was dat hij al dat lijden ervoor over heeft. Ja. En aan de andere kant ook dat kwetsbare van, het is ook niet degene die maar aan een touwtje trekt en dan komt die tsunami of een aardbeving. Ja. Dat kan ik ook niet geloven, maar... Als je een kruis hangt, dan trekt je bepaald niet aan de touwtjes. Laat hij ons aan de trouwtjes trekken en dan kun je zien wat er gebeurt natuurlijk. Zo solidair met de mensen, dat de mensen het scenario in handen namen. Ja. En de uiterste consequentie. Een van de mooiste fragmenten vind ik daarin Elie Wiesel, die verhaalt dat een keer. Dat van die Auschwitz. God die hangt, ja, die God hangt daar. Toen iemand opgehangen werd in Auschwitz van waar is God nou? Ja. En dat las ik in uw interview en ze zeggen ja, hij hangt daar. Nou, dat zou je eigenlijk ook naar het kruis kunnen zeggen. Zelf was ik begonnen met een liedje, maar nooit afgemaakt, maar naar aanleiding van die foto van een meisje, de bekende foto van een meisje dat in een, met haar pop in zo'n treinwagon zit, die nog iets op een kier staat en ze wordt afgevoerd naar Auschwitz. Ja. Onder die foto stond, waar was God op dit perron? Ik denk, nou, daar kun je een mooi liedje van maken en dan eindigen met, en God houdt haar pop wat steviger vast en wordt een dag later in Auschwitz vergast. In feite is dat natuurlijk... Ik heb heel sterk het idee dat God niet met ons meer leidt, maar wij met hem. Dat al het lijden wat je ervaart, al is het een klein vogeltje wat opgevreden wordt, dat is allemaal zijn lijden. En wij hebben ons eigen lijden, wij helpen hem daarmee. Dus we helpen hem zijn kruis te dragen. Zo'n idee heb ik daar eigenlijk wel eens. Vanaf het begin van het christendom verspreidde zich de idee dat waarachtig christelijk leven niet met aardse genoegens kan samengaan. Iedereen was ervan overtuigd dat de woestijn de ideale plaats was om niet alleen de bekoringen, maar ook de lauwheid van de wereld te ontvluchten. Daarom leefde een monnik helemaal alleen. Maar zelden waren ze zo alleen als ze gewenst hadden, daar de faam van hun heiligheid vele leerlingen aantrok. Spoedig ontstonden er gemeenschappen van monniken die in kloosters bijeenleefden. In feite is dit allemaal nutteloos, maar zeer zinvol. En soms is het functievolle vaak zo zinloos. En het alledaagse wat zo functievol is. De hele maatschappij wordt steeds functioneel en ingericht. En daardoor verliest het al zijn zin, gek genoeg. En de nutteloze is vaak veel, veel zinvoller. Goedendag en welkom bij deze wel heel speciale aflevering van de kloosterserie van Kruispunt. We staan hier bij de abdij van de Trappisten in Berkel-Enschot. En die abdij heet Koningshoeve en viert het 125-jarig bestaan. En net als gisteren is de gast van de Trappisten niemand minder dan Herman Vinkers. Ik heb geen oogdicht gedaan, hè. Het is wel een ritme waar helemaal tegen mijn eigen ritme ingaat. Vanmorgen zijn we om 4 uur opgestaan.
En normaal gesproken lig ik om 4 uur al lang in bed. Dan ga je liggen in bed en dan... Ga je maar. Ga er maar door, ja. Allemaal onzin. Het stopt maar niet. Alles door elkaar. Je komt er ook niet toe aan overdenken van de dag of zo. Dat doe je de volgende dag wel. Maar. Het is een wakker geloof. Wees waakzaam, staat er in de advent, toch? Ja. Het zal adventsgedachte zijn. Wat ik zo mooi vind van... Ook van hier in het katholieke geloof is het is nu eigenlijk al het nieuwe jaar. Het kerkelijk jaar begint met de advent. Dus op het moment dat het steeds donkerder wordt naar kerstmis toe, begint het nieuwe jaar. Het begint al voordat het bewijs er is. Het bewijs is dan bij kerstmis, maar je begint al met de advent, dus dan, je neemt al een voorschot. Zoals we nu ook lopen al met de voorschot van straks lopen wij in de hemel, zeg maar. Dat bewijs is er nog niet, maar daar gaan we alvast vanuit. Dan hebben we dat al gehad. Met een groot vertrouwen. In het begin al, ja, dus vertrouwen is hier heel groot, ja. En, niet alleen hier, maar überhaupt vind ik. Vertrouwen, daar hoef je niet echt aan, ik had het niet geloofd. Dat is, ja, is toch mooi? Dat is heel mooi. Dat scheelt een heleboel noodloos gepieken, ja. Kapitelzaal. Volgens mij ga ik daar straks naartoe. En daar wordt dan... Gekapiteld. Ja, daar word jij gekapiteld. Ja. Ik ken alleen Paul de Leeuw. Ja. Nou, dat is ongeveer iets anders. Jongens, word je wel eens een keer serieus genomen? Nou, u vroeg me net nog in de koorbank of er nog een mop is. Dus, zo erg is het. De moppen, dat blijven de oude moppen van vroeger, hè? Ze horen dus nieuwe moppen niet om voor te vertellen. Je ontwikkelt wel een soort gevoel voor humor, denk ik, maar dat uitzicht niet zo in heb je de laatste mop al gehoord of nee. Nee. Kom je uit Almelo en het voordeel van als je uit Almelo komt, hoef je helemaal geen moppen te bedenken, want je vertelt gewoon wat er in Almelo gebeurt. Dat stond onlangs nog in de krant, maar dat was echt zo. In Almelo hebben wij een rechtbank en iemand moest voor de rechter komen en de rechter, die verklaarde de man vrij, die sprak de man vrij. Zei, u bent vrijgesproken. En die man begon spontaan te huilen. Waarop de rechter zei, god, u bent nogal om te roeren. Ja, meneer de rechter, zei hij, want dit is de eerste keer dat ik word vrijgesproken en ook echt onschuldig ben. En dat stond gewoon, en zo staat gewoon bij ons in de krant. Dat is, Ik vind een monnik ook een beetje een beroepsbidder, bij wijze van spreken. In zijn gebed moet hij ook niet stil blijven staan bij zijn eigen gedoetje. Een monnik, en zeker als hij wat verder is, ik vind het toch belangrijk dat in het gebed ook die wereld meegenomen wordt. Daar ben ik nog juist benieuwd naar, hoe dat dan gaat. Want als je hier zit en je beseft, er gebeurt zeker in deze tijd hele... stomme dingen die de wereld gewoon niet mooier maken. En dat wordt gedaan door mensen. Mm. Hoe ga je om met die ergernis? Want je hebt ergernis van hoe mensen doen. En tegelijkertijd heb je iets van, ik wil geloven in mensen. Ja. Gewoon elke keer maar doorgaan met, ook in de gekte en de idiotie van de samenleving, God weer proberen present te stellen. Dat er ook plekken blijven waar mensen, bij wijze van spreken, laat ik toch maar het beeld gebruiken, God aan de benen hier op aarde trekken en hem hier neerzetten. En van daaruit kernen van spiritualiteit, die steen die je in die vijver laat vallen en die kringen eromheen maakt. Zo van, alsmaar doorgaan tegen beter weten in soms. Waar je bent was, mijn haat is volstrekt. Ja.
Ik vind dat mijn eigen haat niet volstrekt kan zijn. Ik kan het haat niet volstrekt haten. Omdat ik zelf haat in me draag. Dus daarom is dat altijd een hindernis. Dus dat verbind ik vanuit Christus. Ja, want de haat je, want Christus draagt geen haat in zich. En die kan haten, bedoel je? Die kan het haat haten. Ja, ja. Het haat volstrekt haten. Kan ik uit mezelf niet. Nee. Omdat ik haat in me draag. Ja, alleen iemand die er buiten staat. Ja, die zelf geen haat in zich draagt. Die kan verstrekt. Die ken ik maar twee mensen. Christus en Maria. Ja. In de abdij van Berkel Enschot wonen 19 trappisten. Kenmerkend voor hun leven is de absolute stilte. De abdij Koningshoeve bestaat precies 125 jaar. Vanaf het begin wordt er trappistenbier gebrouwen. Dat zien we toch wel eens niet? Wat, dat? De kruis? Nee. Dit noemen ze ook de kruikenlijn. Ja, de kruikenlijn. Dat is een beetje champagnekurk erop, hè? Nee, die niet. Nee. Die niet ook. En die ook niet. Misschien is dat voor de proeven. Ja, mooi werk. Ja, de jongens die dat in de gaten moeten houden. Zijn dat die bankjes die we ook gebruiken? Ja, dat zijn die bitbankjes. Zijn dat voor bepaalde maten? Dat zullen we eerder een hoge bankje nodig hebben dan? Ja. Oh ja? Ja. Hangt van de persoon af die erop gaat zitten. En van de kuiten die eronder zitten, denk ik. Ter ere van het jubileum zijn alle monniken geportretteerd in het boek Goudzoekers. Hier sta jij. Ja, hier sta ik ook in. Er staat er niet chagrijnig op. Nee, niet echt. Van schuwe jongen tot blijmoedige monnik. Ja, klopt dat? Ja, dat klopt. Ik was vroeger heel verlegen. Ja. Oh, nou hier? Dus, nou niet, nee. Ik ben hier in de abdij ben ik opengebloeid. Ja? Ja. Dus je hebt hier abdij, ik heb hier mijn plek gevonden, ja. Dat is wat te gek. Ja. Ik heb de laatste dagen nog na te zitten denken over een vraag die mezelf erg bezighoudt. En waarvan ik het gevoel heb, ja, ik kan me voorstellen, zeker met wat jij doet met theater, met cabaret. In hoeverre je daar iets in herkent. En dat is als je de kranten, ook televisie, zelfs het cabaret, vind ik zo erg vanuit een soort cynisme. Een hele negatief wereldbeeld geschreven. En dat ik soms wel het gevoel heb, ja, de wereld zou wel kapot kunnen gaan aan dat cynisme. Onverschilligheid en cynisme en er is toch niks meer te veranderen. Ligt daar nou, herken je dat en ligt daar voor jou als cabaretier ook een soort boodschap in je werk, waardoor je zegt, ja, daar kan ik wel iets mee? Of... Ja, ik merk wel dat het ook haast een soort dwang is om dat te doen, omdat het is haast... Not done om het niet te doen. Het is een dubbel... Om niet cynisch te zijn. Ja, het is een dubbele ontkenning. Maar jij zag het al, ja, ik ben heel anders dan Toon Hermans. Maar Toon Hermans werd toen ook verweten dat hij de maatschappij eigenlijk te vrolijk voorstelde. Maar ik denk dat het juist was omdat hij zag hoe... Nog meer denk ik dan de cynicus die er toch op zijn manier toch ook een soort plezier aan beleeft dat de wereld zo slecht in elkaar zit. Mm. Terwijl, ik denk dat iemand, Toon Hermans, ik heb hem nooit gekend, maar ik denk dat hij er wel aan geleden heeft dat de wereld zo'n zwarte kant heeft. En dat hij juist daardoor de drang had om daar een tegenwicht aan te geven. Mm. En niet om het te ontkennen, maar om daar een tegenwicht aan te geven. En in die zin is hij misschien nog wel geëngageerder geweest dan al die cabaretiers die de actualiteit bespraken. Nee. En daar op cynische manier allerlei dingen doorhaalden. Je hebt hier een monnik, broeder Clemens, een ontwapenende man. Ik vind dat hij een mooie manier voorleest. Hij heeft een bepaalde manier van voorlezen. Bijna, ja, doordat hij zo is zoals hij in elkaar zit, ze bijna reciteren. Wij bidden voor de vorming van een goede regering
in ons land en voor alle politieke en sociale leiders om aandacht en zorg voor de zwakkeren. Laat ons bidden. Ja, om met monniken te zingen is natuurlijk fantastisch, omdat het, die doen het vanuit een andere intentie dan een gemiddeld parochiekoor, denk ik. En ik. Vanuit welke intentie doen ze het? Nou, alleen al dat ze het de hele dag doen. Dus ze gaat met een. Het is heel anders dat een koor het hele jaar repeteert voor een uitvoering. En dan zie je, gisteren vanavond is de uitvoering. Dan krijg je een soort hyper iets. Maar dit gaat als een soort ademhaling door. Dan gaat het continu door, het continu door. Heeft het uitstekend gedaan. hij kan zo intreden. Bedankt voor de uitnodiging om mee te doen. Ja, nee, je hebt ook heel goed gezongen. Ik vond het heel mooi. Rorate Sjeu. Ja. Ja, bedankt voor het uitnodiging. Ja. Hij is uit de brandkast. Hij is uit de brandkast. Heel richtig. Dit is een moderne versie dan. Ja, je gaat vergelijken. Ja. Oh. Dat is helemaal. Ik heb nog nooit zoiets van dichtbij gezien. Ja, de band is natuurlijk jong. Hout nog? Oh ja? Ja, hout dan het boek. Het perkament is. Het was 1100. 1109 is het. 1109. Ja. Dus dat begint. Gewoon met een kalender, hè, zoals al die. Mag ik dat wel zonder? Ja. Moet eigenlijk mijn handschoenen toch? Eigenlijk wel, maar. Ik heb hier de vorige gast nog gestuurd. Dus hier heb je dus de A, dit is de A, dus Ad. Oh, hier begint het. Hier begint het, hè? Dus hier. Hier is hij weg, gewoon. Nee, dit staat op T. Ja, maar hier staat één noot en we zijn er al twee geweest. Ja, maar hier. Hier staat er twee, ja. Twee ook, hè, zie je? Ah, vier, precies. Ja. Ja, precies zo. Zie je, dit is ja. de onderste, dus het zang gaan en dansen. Dat mag gewoon. Ja, dat mag zijn. Maar dit is ongelooflijk, hè? En hij is helemaal compleet, zijn niet bladzijden? Nee, hij is helemaal compleet, ja. Nee, wat je wel kunt zien, dit is een ander handschrift, hè? Dus een andere hand, nee. Dan als je later gaat kijken. Die is groter. Dit is een grotere hand. Dit is meer een Pieter Peuter. Ja. Maar hier is ook geen noten bij. Dus, ja, hier staan de noten ook. Maar dit is een lectionarium. Dus op dezelfde toon. Met hierboven zie je ook wat ze moeten doen. Dus dit is aanhouden. En dan naar beneden. En toen bestond het Begelmers nog maar half. Duizend jaar geleden heeft iemand, dus als je hier dan zo mee bezig gaat en je bent heel lang bezig met één zo'n gezang en het ontcijferen, dan is net of die liefde die man dat met gevoeld heeft, hoe dat weer terugkwam. Ja. Ik zit in zo'n fase van angst voor de dood. Opvallend dat je hier in zo'n klooster waar je eigenlijk dagelijks met de dood bezig bent. Ja. Angst voor de dood. Nou, ik zat me heel... Het is die reclameslogan van... Behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In die zin van... Broeders waarvan ik vonden die zo heilig geleefd hadden... Hoge ouderdom...
want in de 90 geworden. Je denkt, je ziet het ook op het kerkhof, die oude generatie, daar zie je geen geboortedatum, alleen de sterfdatum, want dat was de opgang naar de hemel. Dus ik denk, daar heeft dat proces zich kunnen voltooien. En die heb ik toch met heel veel onrust dood zien gaan. Angst. Ja. Maar niemand zegt iets. En dat vind ik wel prettig, omdat het bewust niets zeggen is. Als mensen gewoon zitten bij een bushalte, dan is het een soort... Ja, ik heb niks met jou te maken, maar ze zitten er wel degelijk mee bezig. Ze zijn een hele hechte gemeenschap. Maar ze spreken af, maar we spreken niet. En dat krijgt een betekenis en een lading. Gebarentaal, hè? Ja. En... Zoals in het documentaire met Boermans. Morgen komt mijn moeder. Ja, en dit is... Morgen komt mijn moeder weer van Boerman. En dit is de abt nu. De abt? Nee, zo. Twee vingers, zo. Niet zo. En vroeger, ja, dat kun je nu niet meer doen, maar dit was vroeger de baas in de brouwerij. De baas in de brouwerij? Nog een keer? Deze, de voorman in de brouwerij. Waar kwam dit dan? Van, deed je dat tegen de baas of tegen de baas? Nee, zo riep je hem. Oh, dat vind ik wel iets om weer in te voeren. In dit verkeer werkt. En dat is de gebarentaal die nodig was omdat er gezwegen werd? Omdat er gezwegen werd, ja. Het zwijgen is een middel, het is nooit een doel op zich. En wat betekent stilte voor jou? Stilte voor mij is heel erg geassocieerd met gebed. Ja. Dus dat moment waar we het gisteren over hadden, van dat half uur voor het nachtoffici, dat is voor mij het ultieme moment van stilte. Maar stilte heeft ook gelijk een enorm spanningsveld, kan het in zich dragen. Maar Herman, het was bij de Vespers gezegd, als je mag, de Vespers is het een kwartier stil. Ja. En dat vond ik heel, omdat je met z'n allen stil bent. Werkt dat veel anders dan wanneer je alleen stil bent. Want dan, ja, dan is het gewoon stil, dan hoor je geen geluid. Maar met z'n allen bewust zwijgen. Maar beseffen jullie ook de grote risico's van de stilte? Ik bedoel, er wordt in deze tijd met al die drukte wordt het zo opgehemeld. Maar hoe schadelijk stilte ook kan zijn. Het doodzwijgen van mensen, dat kom je juist in een communiteit waar het zwijgen soms zo pregnant aanwezig is tegen. En dat vind ik toch een heel belangrijk aandachtspunt. Van je kan elkaar ook dus ontzettend ontlopen. Of je verschuilen achter die stilte om niet te communiceren waar je over moet communiceren. Ja, maar ik denk dat het anders was. Dat is een stilte van onverschilligheid. Misschien is stilte meer dan alleen afwezigheid van geluid. Hmm. Mensen kunnen ook doorgezwegen worden in een drukkletsend verjaardagspartijtje. Ja. Waarbij iedereen klets en babbelt en doet. Of bijvoorbeeld niet de wezenlijke vragen stelde iemand, denk ik. Ja. Ja. Vraag. Het viel me namelijk op bij het eten en dat was me ook opgevallen bij de andere kloosters waar ik had. Maar monniken leven heel langzaam, maar eten ongelooflijk snel. Ik heb echt geprobeerd om me bij te benen een beetje en zodanig dat ik gisteren zelfs een buikloop van kreeg. Maar het gaat in een enorm tempo. Ja. Is er daar iets achter of is dat een... Ik denk doordat we natuurlijk niet praten aan tafel met elkaar. Ja, nee, gaat maar het, ik gaat het vanzelf nee, als sneller. Nee, want ik eet ook wel eens heel alleen en praat ik ook niet. ik sprak nou ook niet. Ja. En dan nog gaat het heel erg snel. Ja, nee, maar dat is een mankement van ons monniken dat we veel te snel eten. Nee, maar misschien heeft dat een functie. Nu, het heeft helemaal geen functie, maar het is gewoon... Jullie hebben tempo van boeren, maar daar heeft een functie, want die moeten snel weer het land op. Nou, ik denk dat bij ons ook snel weer die ref eruit is om iets anders te gaan doen. Dus, maar dat is... we proberen het altijd wat af te remmen, maar... Ik vond het heel typerend dat het in al die kloosters is. Ja. Een soort
Die snelheid, ja. Ben ik kleine toch niet, dat zijn toch meer... Nee, ook snel. Heren. Waar ik in fase was snel. Okay. Zelfs de zusters waren snel. Okay. En één keer per jaar, mijn kerst bijvoorbeeld, hoort cuisine met kreefjes en oesters. Nee. We hebben met Sinterklaas een periode gehad van elk jaar iets anders. En verschillende landen. En op een gegeven moment kwam er ook kaasfondue op tafel. En men schepte het gewoon in soepborden op. Dit wordt geknipt. Dan kom ik haast op een vraag die ik Jonno wil stellen. Want omdat je net zei met die. Omdat je gisteren had je het ook over de angst voor de dood. Dat kan ook zware vormen aannemen of dat je daaronder leidt. Nou, meen ik begrepen te hebben dat die angst voor de dood niet zozeer is dan wat er nakomt, maar het loslaten van dingen. Dat klopt toch niet? Ja. Het loslaten van dingen. Maar toen dacht ik vandaag van me, is eigenlijk niet in een. Klooster zitten al een voorschot nemen op de dood, omdat je daar ook al heel veel dingen hebt losgelaten en afscheid van hebt genomen. Ja. En dus ik vond het zo verwonderlijk dat iemand die angst heeft voor de dood, dus eigenlijk heel erg aan het ding van het leven hecht, toch in het leven iets opzoekt wat al deels op de dood lijkt. Omdat je, ik bedoel niet dat je minder leeft in de klooster, dat bedoel ik niet, maar je doet te veel aan versterving, zoals ze dat noemen. Je doet al afstand van een heleboel dingen. Het grote centrale thema van het kloosterleven is natuurlijk loslaten, onthechting. Om vrij te komen van allerlei wereldse waarden en je nog meer op God te kunnen richten. Wat mij wel verbaast dat ik daar dan niet de rust en de vrede vind als je zo God zoekt. Dan moet daar toch iets vandaan komen. Dus wat mij dus ook die angst doet overgroeien. Ik zie het ook niet als een soort voortdurende angst, ik voel het wel als een proces waar ik doorheen moet op de een of andere manier. Wat ook wel weer voorbij gaat, dus in die zin raak ik er ook niet van in paniek. Ik vind ook al als de priester, tussen dat gevoel heb ik al, als de priester opkomt en die buigt voor het altaar en die kust het altaar, dat je dan de dood kust. Omdat het altaar is natuurlijk Christus, maar Christus staat voor de offerdood die hij gebracht heeft. En de dood is dan ook tegen het begin weer. Maar in feite is toch. Zo zie ik, het is ook een graf, er zit een reliek in. Dus op het moment dat de priester dat kust, zie ik dat ook heel sterk als hij kust de dood. Mm. Ik denk dat het verlangen naar de dood meer is een soort verlangen naar een einde van de waan van de dag. Mm. Het niet bij dingen kunnen komen. Als je intiem bent met een mens, ik weet nog wel goed dat ik dat voor het eerst was. Dat heeft mij enige tijd geduurd, dus dan stel je er net des te meer bij voor. Maar op het moment dat het gebeurde, dacht ik van, en nog ben je niet bij die ander. Dus het lijkt wel zo van, nou, dichterbij kan niet. En juist hoe dichter je bij die ander bent, hoe verder je er ook even aan staat. Het geheim kun je niet altijd verwoorden, niet altijd in woorden vatten, maar wel in rituelen. En als je het ritueel gaat uitleggen of je gaat het in woorden uitleggen, scheer je er ook al langs in. En heb je nog niet zo'n ritueel, heb je ook nodig. Dus het werkt. Maria is zo'n kwaaien niet. Die kun je heel goed hebben. En het voelt altijd goed. Het is heel vertrouwd. Ze houdt hem zo op. En zij heeft gebaard hem die haar heeft voortgebracht. Dus zij brengt voort hem die haar voortbracht. Dat is een heel groot, onbegrijpelijk, universeel iets. Wat op een of andere manier waar is. Maar onbegrijpelijk. Maar op een of andere manier is dat waar. Dat voel je gewoon. Dat voel je gewoon. Meer dan dat je voelt dat de kortste verbinding tussen twee punten een rechte lijn is. En toch wordt zoiets heel groot, heel simpel weergegeven met een klein meisje is er nog, met een kind, en houdt een kind op.
het lijkt haast van wat Willem Wilming doet, die ook iets heel groots, het hele geheim van het universum, kan uitbeelden in een jongetje dat een ziek duifje vindt. Zo'n heel klein, ogenschijnlijk, toevallig beeld van een jongen met een duifje of hier een moeder met een kind, dat is dat heel simpel en heel niet bedreigend, niet kwaad bedoelend. Er zit niks verkeerds achter, niks achterbaks. En toch staat er iets heel groots voor. Ja, dat ontroert mij even, dat vind ik prachtig. Ik zie daar ook nog Maria. En ze stond bij de poort zo met open armen, dus naar de mens toe. En ze staat daar met open armen naar de hemel toe. Dus ze ontvangt ook nog God met open armen en ons ook met open armen. Wat heeft jou het meest geraakt? De broeders. Ze zijn zo ongelooflijk kwetsbaar ook. Kwetsbaar en zachtaardig en tegelijkertijd heel sterk, want dit is natuurlijk een Spartaans leven. Het is Spartaans. Dus sterk en zacht tegelijk. Moment van afscheid. Nigora Buza. Maar ik heb nog wat voor je in petto. Je hebt gezegd van thuis om 12 uur gaat het Angelusklokje. Ja. En dat heeft toch een zekere betekenis. Dan trek ik me eventjes terug. En je hebt ons, je hebt er ook naar gevraagd, die bankjes. Ja, en ook in de winkel was je er mee aan het stoeien, maar die was wat aan de kleine kant. Dat was mijn maat niet, nee. Nee, dus ik dacht, het volgende Angelus moet je het hier eens op proberen. Oh ja. Het moet voor je schoenen vallen, ja. Ja, oh ja. Nee, die past. Las ik in een interview wat met jezelf was afgenomen, dat je geraakt was door teerderheid en teerheid. Mm-hmm. En zo dacht ik gelijk, dan geef ik broeder Isaac de verzamelde werken van Willem Wilmink. Want ik ken niemand die teerderheid zo teer kan beschrijven als Willem. En we hebben het ook over de dood gehad. Het grappige was van Willem, die was overal bang voor. Zoals voor een telefoon of voor de brievenbus. Mm. Alleen niet voor de dood. Oh. Dat is precies andersom. Dus goeie reis terug. Ja, ontzettend bedankt. Eindelijk winter weer. Ja, lekker op. Gisteren had je het ook over de angst voor de dood. Hmm. Dat kan ook zware vormen aannemen of dat je daaronder leidt. Hmm. Meen ik begrepen te hebben dat die angst voor de dood niet zozeer is dan wat er nakomt, maar het loslaten van dingen. Dat klopt toch niet? Ja. Het loslaten van dingen. Maar toen dacht ik vandaag van, is eigenlijk niet in een klooster zitten al een voorschot nemen op de dood? Omdat je daar ook al heel veel dingen hebt losgelaten en afscheid van hebt genomen. Ja. En, dus ik vond het zo verwonderlijk dat iemand die angst heeft voor de dood, dus eigenlijk heel erg aan het ding van het leven hecht, ja, toch in het leven iets opzoekt wat al deels op de dood lijkt. Omdat je, ik bedoel niet dat je minder leeft in de klooster, dat bedoel ik niet, maar je doet te veel aan versterving, zoals ze dat noemen. Je moet al heel fysiek met een beperkte plek, als je door bent, is het beperkt, nog beperkt, dan lig je in een kist. Maar je doet al afstand van een heleboel dingen. Het grote centrale thema van het kloosterleven is natuurlijk loslaten, onthechting. Om vrij te komen van allerlei wereldse waarden en je nog meer op God te kunnen richten. Wat mij wel verbaast, dat ik daar dan niet de rust en de vrede vind. Als je zo God zoekt, dan moet daar toch iets vandaan komen. Dus wat mij dus ook die angst doet overgroeien. Ik zie het ook niet als een soort voortdurende angst. Ik voel het wel als een proces waar ik doorheen moet op de een of andere manier. Wat ook wel weer voorbij gaat, dus in die zin raak ik er ook niet van in paniek. Maar het is heel gek, ik heb het eens ergens gelezen. Dat was ook iets wat meespeelde van
Stel dat je in zo'n kist ligt en je bent niet dood. En iemand heeft dat eens laten doen. Die heeft daar een systeempje ontwikkeld. Dat er dan een touwtje aan je grote teen gebonden wordt. Met een belletje op je graf. Zo van als je het dan op beweegt, dat dan. Dan komt zijn vrouw langs, die knipt het touwtje door. Om alle gevaar uit te sluiten. Want die denkt, ik wil je niet meer terug hebben. Ja. Nee. Maar dus dat is het centrale thema. Dat is ook toch het moeilijkste. Maar het heeft bij mij. Enerzijds te maken, ja, ik ben toch erg gehecht aan mensen. Ik ben ook erg gehecht geraakt aan de mensen waar ik hiermee leef. Ik, van een vrij buiterig bestaan, dat ik me zo... Maar ja, wat je mist is nog met kinderverzorging bijvoorbeeld. Ja. Ja, en dat je af en toe een kind vast hebt en tegen je aan kunt houden als je ziek is. Maar daar heb je toch afstand van genomen. Dus iemand die toch heel gemakkelijk, of heel gemakkelijk niet, maar die toch vrijwillig... Kijk, het dood is niet vrijwillig, maar dat je dus vrijwillig in je leven al afstand neemt van zoiets wat je bij zo aan gehecht bent. Ja, dat is een beetje te snel gaat, dat vrijwillige hoor. In die zin zou ik, en ik gebruik dat woord niet makkelijk, roeping niet helemaal willen onderschatten. Want iedereen heeft dat ook wel, maar als ik dan heel snel even terugdenk van hoe ik hier zelf ben gekomen. Ik kwam hier de eerste keer met een bevriend iemand en... Vanaf het eerste moment was dat thuis voelen en die communiteit zag er nog heel anders uit. Het was veel vergrijster. We waren met 24 monniken hier in huis en de helft was boven de 80. Dus... En ik heb daar 2 jaar over gedaan in een soort strijd van wel of niet gaan. De ratio en de emotie hebben erg met elkaar geknokt. En de ratio heeft het erg gewonnen het eerste jaar van je gaat je huis niet opzeggen, je familie, je baan en alles wat je... En... Toen ben ik voor het eerst het woord roeping ten diepste gaan aanvoelen van... Op een gegeven moment was die emotie gewoon veel sterker, voelde ik van... Het gaat toch die kant op, hoe ik me verzet of niet. En dan is dat op een gegeven moment wel een soort overgave. Geef je dan ook maar over aan dat die weg die kant op gaat. Maar ik vond het niet zo vrijwillig hoor. Nee. Maar dat is heel moeite gekost. Het heeft heel veel moeite gekost. Ik heb hier wel naar dat fan dat we hier achter liggen gelopen op zondagmorgen. En dat ik bij wijze van spreken stampvoetend van ik kom er niet uit. Welke kant moet ik op? Ja, het heeft toch een aantal maanden geduurd voordat ik echt kon zeggen van... Nou ja, als het dan zo moet zijn, dan geef ik me over. Ja. Maar dat was niet vrijwillig. Een van de broeders, die typeerde Herman als lieve bescheidenheid. En dat vond ik zo mooi. Dus daar wil ik wel even op posten. Lieve bescheidenheid. Mooi. Goed. Ja, op het misverstand. Dat hoef je niet van je af te laten glijden. Die moet je gewoon incasseren. Oh yeah.